Na lang niet te zijn geweest op het adres van Siomara Kadoso, brachten wij wederom een bezoek. Dat wel op zaterdag 3 juli. Siomara kreeg van 1 vertolf een pakketje ontvangst. En wij maakten ook een babbel met deze voor ons een beschermeling. Roscoe, neemt u mee naar de Palisadeweg in het Disertpara thuis bij Siomara. Nou, het gaat meer om een dokterskaart. Um, ik heb sinds november een formulier ingevuld mijn dokterskaart. En um, in januari weer een tweede. Dus uh, ik weet niet waar aan het liggen dat ik tot nu toe nog geen dokterskaart kan krijgen. Dat van mijn zoon. Uh, ik heb beide ingevuld en in dezelfde envelop gezet. Maar uh, toen de mensen van de STF me hebben gebeld om dokterskaart te komen afhalen... Uh, heb ik alleen van mijn zoon gehad. Toen vroeg ik aan die mevrouw van. Uh, waarom krijg ik de mijne niet? Toen zei ze: Ik moest weer naar Sociale Zaak gaan. Ik ben naar Sociale Zaak geweest en ik moest diezelfde formulier die ik twee keren al heb ingevuld, moest ik weer invullen. Dus ik heb het gedaan, maar tot nu toe nog geen reactie. En um, op het moment is mijn salie verschrikkelijk laag. Want uh, toen ik me ziek voelde, ben ik naar de dokter geweest. Dus dan moest ik toch voor de dokter betalen. Daar heb ik vernomen dat mijn salie nu 3,4 is. Dus het is wel ernstig. Maar omdat ik geen dokterskaart heb, kunnen ze verder niets van me betekenen. Ik denk dat men een vismaal contact uh, kan maken met het staatsziekenfonds. Uh, we gaan hem even vragen en dan... Uh... ...kan het zijn dat het heel spoedig in orde gemaakt kan worden. Um, wat heb je allemaal dus dan verder nodig? Ik heb meer uh, medicatie nodig om uh, ijzer op te boosteren. Dus uh, nu is groente heel duur. Dus uh, ik zou eerder die groente en dingen die mijn ijzer kunnen opbouwen... ...zou ik eerder willen accepteren maar wat financieel betreft doe ik mijn best om alles bijeen te krijgen. Ik hoorde ook van de vissermalen wat uh, financieel betreft, Xiomara is eigenlijk nu, ze probeert zelfstandig te zijn of is zelfstandig om de dingen zelf uh, voor elkaar te krijgen maar sowieso uh, hebben we donateurs die je kunnen helpen waar nodig dus dan laten we even hopen misschien na de uitzending dan um, kunnen mensen reageren om je misschien een kleine ondersteuning te geven maar we gaan uh, ons best doen om weer naar je toe te komen om je te helpen. Hoor. Is goed. Ik, uh, ik bedank jullie alvast. En uh, ja, <laughs> ik zei, uh, dat van mijn examen. Ik kijk, vele donateurs die bellen of appen me om te vragen van, zeg maar, we hebben niets meer van je gehoord. Nou, het is uh, vanwege de Covid-situatie in Suriname hebben we nog helemaal geen examendatum gehad. Om te starten, maar uh, de directeur van de school waar ik zit heeft wel contact met me opgenomen. Gisteren nog heeft hij me gebeld, dus uh, ze doen alles op alles. Um, iedereen die al stage heeft gelopen tevreden te stellen om examen te maken, dus uh, misschien zou men me toch wel daar met iets financieel. Um, helpen, meer busgeld en zo. Voor de kijkers die het nu weten, uh, welke opleiding volgens jongeren? Nou, ik volg de basisbejaardenzorgopleiding. Stel um, of iets beters te hebben voor mezelf. Alvast bedankt.